Nou, dat, ja, dat is dus niet zo als je normaal een beroep kiest. Nee. Maar ik was 4 jaar. Hè? En ik kreeg een schoolbord met gekleurde krijtjes. En ik vond dat zo wonder. Als kind ben je dan helemaal complex van de mogelijkheden die er dan zijn. En ja, ik vond het natuurlijk geweldig. En mijn vader, die stimuleerde dat wel. Die nam me ook als kind veel mee naar het museum, naar het Mauritshuis in Den Haag. Een oma van mij deed dat ook. En ik vond het kunstenaarschap iets wonderlijks. Dat had iets geheimzinnigs. En dat was ook iets waar je ja, ook vreselijk veel je fantasie in kon gebruiken. Dus ja, dat was dus de materie die mij het meeste aansprak. Waarschijnlijk ook omdat ik toen al enigszins doof was. Op een lagere school kreeg ik dat al heel spoedig hetzelfde. Want van taal maakte ik gewoon niks, want dat hoorde ik nooit goed. De onderwijzer kreeg toen ook iemand op bezoek. En die was lid van de kring in Delft, van de kunstkring. En die bekeek dan de tekeningen van alle kinderen. Hij haalde mij er dus uit. En mijn onderwijzer die verbaasde zich daar ontzettend over, want die had helemaal geen kijk daarop. En toen zag ik hem plotseling op school met een hele grote rimpel in zijn hoofd naar mijn tekeningen kijken. En ik kreeg zomaar een 8 en een 9 plotseling voor mijn tekeningen. Dus er ontwaakte eigenlijk bij mij iets, terwijl ik in de meeste dingen ook nou, niet zo ster was. Ik was altijd een beetje dromerig. Teruggetrokken en ik moest altijd wel een hele heldere uitleg hebben om de dingen te begrijpen. En ja, dan word je wat ouder en je gaat dan van de lagere school af. En toen zegt mijn vader, ja, jij bent altijd nogal met kleur en met verf en alles bezig. Ga maar naar de andere school, word maar huisschilder. En nou, dat vond ik ook leuk. En ik kon, er was de onderwijzer die organiseerde dan al, ook al een werkgever voor je. Schildersbedrijf Goudappel. Maar ik had er helemaal geen zin in om daar op die ladder te gaan staan. En zei, ja pa, maar ik wil eigenlijk kunstenaar worden. Hoe zegt hij, dat wordt moeilijk. Ja, academie zat er nog niet in. Hij zei, ga maar mee. Hij zei, ik heb het al gehoord van iemand. En die zoon die is dat ook gaan doen. Je moet op de porseleinen fles gaan werken. Delfts blauw schilderen. Nou, dat heb ik 17 jaar gedaan. En toen leerde ik mijn vrouw kennen, Trudy. En die zegt, ga er alsjeblieft weg. Want ik had het natuurlijk niet echt naar mijn zin. En intussen tijd kreeg je ook dus weer van de porseleinen fles. De academie, dan mocht je naar de academie toe, avondacademie. En die leraren, ja, die hadden er s'avonds ook altijd niet zo zin in. Dus die gingen gewoon op tafel zitten met de kont. En lekker praten wat het nou inhield als je kunstenaar werd. En dat boeide allemaal zo. Het was zo fantastische wereld. En één ding, daar dacht je nooit aan, dat je er geen moer mee verdiende. En dat een enkeling maar wat bekendheid kreeg. Maar op de porseleinen fles kreeg een hele goede vriend, Dick van der Niet. En die zei, kom, gaan we elk weekend gaan we buiten werken. Hij heeft er ook voor gezorgd dat ik lid kon worden van de Haagse kunstring. En
in het weekend trokken we er samen op uit. En je had daar Bert Mengels. Die heeft nog op de laatste tentoonstelling over het Westland meegedaan. En die maakte prachtige tekeningen. Maar die hielp ons daar net over de moeilijke punten heen. Want wat deed hij? Hij knipte een perceel kort af. Woep, dat ging de inkt in. En gelijk tekenen wat je zag. Zo'n beetje als de Japanners doen. Je kijkt nauwelijks naar je papier. Je kijkt naar je onderwerp. En dan krijg je een beetje dubieuze tekeningen die toch ook weer heel mooi zijn. Nou, het was toch veel al het tekenen wat ik verder deed. En als kind niet, dan gebruikte ik al olieverf en de kleuren. Maar toen het echt een beetje buitenwerken werd en dus op de fabriek, dan was dat eigenlijk altijd zwart-wit. Altijd Oost-Indisch inkt. En dat is een ontzettend goede inktsoort. En ze zijn in het museum ook altijd blij met mijn Oost-Indische inktekeningen. Omdat het zo ontzettend houdbaar is. Op de porseleinen fles begin je al met materiaal. Maar dan heeft het eigenlijk ook weer een functie die naderhand zichtbaar wordt. Als het aardewerk gebakken is, met de glazuurlaag eroverheen, komt de verf er blauw uit. En als je er zo mee schildert, dan is het ook zwart, grijs. En naderhand, toen ben ik dus ook gaan etsen. Dan gebruik je ook weer een drukinkt. Toen ben ik aquarel gaan maken. Dus dat heb je de aquarelverf. En op het atelier hier is het olieverf geworden. Dus dat zijn toch wel verschillende periodes geweest. Maar ontzettende kleurenliefhebber ben ik nooit geweest. Als ik nu bijvoorbeeld een reisje ga maken met de bus, dan heb ik altijd een klein schetsboekje bij me en een potlood. En dan zit ik vanuit de bus, terwijl de bus rijdt, zit ik toch het hele landschap te tekenen. Want het landschap verandert wel steeds, maar het blijft in principe hetzelfde. Er zijn al wat huisjes, boompjes, stukjes water, de lucht. En het gaat denk ik in een razende snelle vaart voorbij. Maar ik vind dat al een prettige uitdaging. En ik heb het ook een keer meegemaakt dat de bus feestelijk bibberde. En dat de wegen ontzettend slecht waren. En dan zit je zo te tekenen. Maar het is ontzettend leuk als je dan tevoorschijn kijkt. Het schilderij wat het Pinshof in 91 of zo van mij gekocht heeft, dat zeelandschap. Dat is een meditatieve houding. Dan blijkt dat het landschap meer te doen dan wat je denkt. Maar het is bijna niet onder woorden te brengen, maar dan krijg je allerlei filosofische beschouwingen. Want de zee is zo onvoorstelbaar groot en je ziet iets wat het grootste eigenlijk wat er te zien is. Tenminste hier op de wereld. En je krijgt een eeuwigheidsgevoel. Want die zee die maakt ook een lawaai.
dat het steeds opkomen van de branding en van de rollen van die golven. En dan denk je, ja, dat is al zo lang als de aarde bestaat. Maar ja, God die heeft ingegrepen, die heeft de zee gescheiden van een land. En dan in je gevoel is de zee daar nog steeds mee bezig. Dat was een periode dat je dus eigenlijk heel erg meeging met hetgeen in Delft gebeurde. Maar dan was het heel wonderlijk dat de nulgroep, waar Jan Schoonhoven ook een van de oprichters van was, ineens een soort schaduw gooide over alles wat schilderde en tekende in Delft. Het was echt verbazingwekkend hoeveel roering dat nog veroorzaakte. En ik had zo ontzettend de bewondering voor Jan Schoonhoven. Ik vond zo terug tot aan de basis van wat je voelt. En zonder iets erbij. Het waren gewoon kleine hokjes. Die hij invulde met papier-mâché en daar een gevoeligheid in teweeg bracht die onvoorstelbaar was. Want een hele complexe voorstellingen heb ik nooit willen maken. Ik wilde altijd, ook als ik buiten werkte, een rechtstreekse weergave geven van wat me boeide, met zo weinig mogelijk. En dat ideaal is me altijd bijgebleven. En ik kan me af en toe, als ik zo weer rondkijk, nog erger, hè, dat ik te complex ben. Want ik vind de rechte weg, gelijk naar datgene toe wat je bezig gaat, dat vind ik toch wel het belangrijkste. Nou, de maatschappij heeft altijd de neiging om een vorm te pakken die heel afkeurend is. Dat die altijd materialistisch is, die altijd over macht gaat en ook zeer misdadig is. Het zijn allemaal hele overheersende aspecten. En kunst die brengt dat eigenlijk dingen in beeld die we missen. Maar ze bevrijden dikwijls ook. Want dan krijg je toch ook weer dat ze dus dingen in het beeld laten zien die we vroeger nooit zagen. Hè? Bijvoorbeeld een naakt schilderen of dat soort dingen. In erotische houding. En nou, dan krijg je eigenlijk het woordje vrijheid. Weet je, want kunstenaars die beweegt zich in principe vrij. Want die wordt op een gegeven moment geconfronteerd met de schoonheid. Ook met de schoonheid van de natuur. Je hebt mensen die dat nauwelijks zien. Maar dat wordt je steeds meer duidelijk gemaakt. En dat heb je dan beeldend, maar je hebt het ook met muziek. En je hebt het literatuur, je hebt het in alle vormen, komt dat steeds terug. Het is denk ik een soort heimeegevoel, maar wat wij altijd natuurlijk, op een natuurlijke wijze geweest zijn. Vroeger gingen we daar mee. Als we wilden eten, moesten we heel hard lopen achter een beest staan om hem te vangen, anders hadden we geen eten. En we pasten ons aan en we waren een gedeelte van de natuur, maar we zijn dat helemaal kwijtgeraakt. En het zal wel ook in mijn leeftijd zijn, maar ik vind het een afschuwelijke tijd.
kunst op het ogenblik is het zo dat de politiek voor een groot gedeelte vijandig is. Ze gaan je controleren. Ze zeggen, zit hij wel voldoende op zijn atelier? En is het wel wat? Is het nou wel wat hij maakt, die man? En, of die vrouw? En ze worden, ja, ze worden wat vijandig. Dat is heel moeilijk. Ik denk dat het heel erg met het doodgewone leven te maken heeft. Dat, eigenlijk is het niks bijzonders wat je beïnvloedt. Maar het is gewoon het pure voelen. Je gevoelens ten opzichte van wat er gebeurt en wat er aan de hand is. En iets bedenken in een bepaalde context, daar klopt nooit gemoer van. Want de ander die denkt ook weer op een andere manier. En ja, eigenlijk is het al een beetje een voorbeeld waar de mensen eigenlijk mee worstelt. Dat hebben we in de politiek, kom je dat ontzettend tegen. Mensen moeten toch met elkaar dan wat doen. Maar ze denken allemaal anders. En er valt overal wat voor te zeggen.